tijdens een bezoek aan de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname heeft minister Albert Ramdien een open oor gehad voor de knelpunten van deze sector. Het ministerie zal zich inzetten voor nieuwe afzetmarkten als ook het vergroten van de export. Wij brengen u het volgende verslag. Wederom een bezoek aan een lokaal bedrijf dat agrarische producten produceert, landbouwproducten voor de export. Wat ik heb aangegeven is dat we dit soort bezoeken afleggen omdat we een taak zien voor het ministerie om een stukje exportpromotie te doen. Maar om dat te kunnen doen moet je goed begrip hebben van de sector, maar ook van het bedrijf zelf, van de bedrijven en begrijpen wat voor knelpunten of uitdagingen zij hebben. We hebben vandaag een presentatie gehad inderdaad van de Vereniging van Exportproducenten van Agrarische Producten. We hebben een beter begrip van de uitdagingen waarvoor ze staan. Een deel kunnen we meehelpen oplossen samen met het ministerie van LVP. Een ander deel zal wat meer nationaal beleid moeten zijn wat betreft financiering. En ook de kosten die gepaard gaan met het transporteren. Maar daar gaan we ook aan werken. In ieder geval heb ik een beter begrip van de uitdagingen die zij hebben. En wij zullen ons best doen om dit soort bedrijven te ondersteunen, zodat we op die manier een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling. Een stukje behoud van werkgelegenheid. Maar ook nog voedselveiligheid en voedselzekerheid voor het land zelf. En natuurlijk, als ze exporteren, dan komen er deviezen binnen die dan gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten. Voor ons is het van groot belang om deze praktische veldbezoeken af te leggen. En ik ben blij dat we deze tweede keer een bedrijf hebben die al reeds exporteert. En ons een beetje kan vertellen wat voor issues ze hebben. We hebben het proces gezien, het is vrij eenvoudig, maar tegelijkertijd belangrijk. Omdat we natuurlijk moeten voldoen aan de regelgeving die er is in Europa in dit geval. Ik heb aangedrongen op niet alleen kijken naar de Europese markt, maar ook naar markten in de buurt, in de regio. Het zijn markten die we met 2 tot 3 uur vliegen kunnen bereiken. Markten die misschien minder stringente eisen hebben. Dus we moeten niet alleen ons richten op de grote markten, maar ook op de markten in de buurt. Sommige van de knelpunten zijn duidelijk, maar het is goed dat we even toch in een paar weken tijd bij elkaar zitten om goed begrip te hebben van wat de verschillende acties moeten zijn. Ik zal daarbij collega's die betrokken zijn bij deze problematiek uitnodigen, de ministerie van LVP, de ministerie van TCT als het om transport gaat, maar ook de andere partners, dus de luchtvaartmaatschappijen, het ministerie van EZ als het gaat om vergunningen, het ministerie van Financiën als het gaat om exportkredietfinanciering. We kennen dat soort instrumenten nog niet in Suriname, maar we moeten wel serieus gaan denken om die ondersteuning te geven aan exporteurs.